Olly. Dat doe je toch als je jarig bent? Steek je kaarsje aan. Ja, maar jij toch bent toch helemaal niet jarig? Oh nee, dat is ook zo. Maar waarom steken we ze dan aan? Voor advent. Het is vandaag tweede adventszondag. Weet je nog, het is bijna kerst, de geboortedag van de Heer Jezus. En elke kaars tellen we dan af naar 25 december. En waarom zijn het er vier? Nou, dat zijn er vier zondagen voor 25 december. Oh. Voor kerst. Aha, zo zit het. Ja, dus zo vieren we eigenlijk met kerst de geboortedag, dus verjaardag van de Heer Jezus. Nou, mama zei vanmorgen tegen mij, toen ik een snoepje uit de snoeppot pakte, Olly, jij bent nog lang niet jarig! Dus het klopt, ik kan nog niet aftellen. Nee, Olly, je bent inderdaad nog lang niet jarig, maar mama bedoelt eigenlijk mee te zeggen dat je doet wat niet mag. Oh, oepsie. Hey, hey, maar de kids zijn er! Hoi, kids! Hoi! Oh, hebben jullie zin om met ons een leuk spelletje te doen? Oh, oh, oh. Ik weet iets leuks. Ja? Over aftellen en over kerst. Oké, okay, ja? Wat gaan we doen? Oké, okay, dan tellen we af van 5 naar 0. En dan ga ik in die paar seconden ga ik dan iets uitbeelden wat met kerst te maken heeft. En dan moet je dat raden binnen 5 seconden. Oké, okay, dus de kids moeten zo hard mogelijk roepen. Ja, het liefst wel, wat je doet. Oké, okay, ja. Kids, let op, gaat-ie. Oké, okay, komt-ie. In 5, 4, 3, een kerstboom! 2, een kerstboom! 1. Ja, heel goed. Oké, okay, nu de tweede. Even denken. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Een kaars. Ja, goed geraden. Oké, okay, en dan nu de laatste. Het met kerst te maken. 5, 4, 3, 2, 100. Ja, ik heb ze allemaal. Ja, 1. Een herder. Een herder inderdaad, met zijn schaapjes. Ja, precies. Hé, hey, maar Olly, zullen we nu kijken in ons adventsboekje wat we kunnen doen vandaag? Ja, voor vandaag. Kids, heb je hem ook al, het adventsboekje? Of de slinger? Zo niet, ga dan even naar de website. Dat is superleuk. Oké, okay, deze. Oh ja. Nou, voor een opdracht van school moet ik een Dit ben ik koffer gaan maken. Die moet ik dan vullen met spulletjes van dingen die dan goed bij me passen en die ik leuk vind om te doen. Maar leuk. Ik kan wel 100 dingen bedenken natuurlijk die hierin moeten. Maar ja, dat gaat niet passen. Het moeten er maar 5 zijn. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk ook wel een beetje spannend dat dan al die ogen zo naar me zitten te kijken. Dat ik dan mijn verhaal sta te doen naar. Oh, Olly, dat komt toch wel goed. Weet je, thuis doe je toch ook heel vaak dingetjes vertellen en laten zien. En dan kijken papa en mama toch naar jou. Ja, maar dat is thuis. Dat is toch echt anders? Ja, ja. Nou, dat komt wel goed, Olly. Oh, ik zou het ook wel echt leuk vinden, hoor. Zo'n Dit ben ik koffer maken. Oh, dan kan je zo helemaal laten zien wie je dan bent. En wat je allemaal leuk vindt. Oh, dat zou ik echt leuk vinden. Ik doe sowieso mijn danskleren erin. Want dat past helemaal bij wie ik ben. Hm, ja, is ook wel zo. Nou. Maar ik moet dus de mijne vullen. Heb je al een koffer trouwens, dan? Om je spulletjes in te doen? Nee, maar ik dacht, misschien kan ik die van jou dan wel lenen. Ja, dag. Zometeen dan zit per ongeluk jouw roze tutu-ruk hier nog in. Sta ik daar maar van. Ga ik daar? Hoppakee, komt hij eruit. Ja, oh. Dan lacht iedereen maar keihard uit. Heb je iedereen wel aan het lachen? Maar ja, dat ga ik echt niet doen. Ik ga wel even op zolder kijken. Misschien hebben we daar nog wel een koffer liggen die ik dan mag gebruiken. Zorg maar dat je je eigen koffer hebt. Ja, ga ik doen. Oké, okay, de opdracht.
Jullie mogen thuis een Dit ben ik koffer maken. Hierin mag je 5 spulletjes van jezelf doen, die passen bij wie jij bent. Hierin moet ook 1 ding in wat bij je past, wat je moeilijk vindt om te doen. Als je de koffer hebt gemaakt, dan neem je hem mee naar school en ga je aan de klas vertellen wie jij bent met de spulletjes uit je koffer. Veel plezier, groetjes de juf. Oké, dus 5 dingetjes die bij mij passen en 1 dingetje die ik dus moeilijk vind om te doen. Ja, wat echt bij mij past, dat zijn natuurlijk mijn frikandellen. Die gaan er sowieso in. Oh, fantastisch. Die, oké, dat is 1. Ja, natuurlijk, voetballen. Vind ik heerlijk om te doen en dat kan ik ook supergoed. Dat is 2. En even denken. Oh ja, natuurlijk. Wat leuk is om een foto van jezelf mee te nemen. Toen ik nog een babytje was. Zo schattig. Dit ben ik. Die neem ik mee. Dat is 3. En ik heb natuurlijk altijd hele leuke sokken aan. En daar word ik altijd helemaal happy de puppy van. Dus die neem ik ook mee. Zelfs met kerst. Zo. En dan ook 1 dingetje wat ik dus heel erg moeilijk vind. Oh ja. Ik denk dat ik al weet wat ik erin doe. De snoeppot. Ik vind het zo lekker om altijd snoepjes te pakken. Maar ja, dat mag dus niet altijd. Niet doen, Olly. Niet doen. Zo, die gaat er ook bij in. 1, 2, 3, 4, 5. Hartstikke idee. Zo, ik heb echt een hele mooie koffer gevonden, Olly. Ja? Ja, een hele grote. Kan extra veel in. Oeh, dat is inderdaad een hele grote koffer. Huh? Die van mij is af. Er zit denk ik iets in. Zit er iets in? Ja. Maak eens open dan. Huh? Weet je welke koffer jij gepakt hebt, Sophie? Nou? Dit is de koffer met het kerststalletje erin. Oeh, die had opa bij ons gebracht natuurlijk. Ja. Wow. Hé, hey, dit is de Dit ben ik koffer van de Heere Jezus. Oh, dat is grappig, zeg. Even kijken, waar is babytje Jezus? Oh, ze zit een beetje door elkaar. Waar is babytje Jezus eigenlijk? Oh, hier is babytje Jezus. Ja, maar schaapjes. Dit is Jezus. Ja. En Jezus is kind van God. Inderdaad, ja. Ja. De Heere God. De Heere God. Is zijn vader. Ja. Oh, stel, hè. Ja. Wij zouden echt een Dit ben ik Jezus koffers maken. Wat zou er eigenlijk allemaal ingaan? Wat er allemaal ingaat? Ja, nou sowieso deze natuurlijk. Ja, poppetje Jezus. Want dat is Jezus zelf. Ja. Ik weet het. Wat dan? Heb jij hem vast? Ja, ik heb vast. Nou, want Jezus die was natuurlijk ook timmerman. Hij was de zoon van een timmerman en hij deed dat werk ook. Dus dan moet er een hamer in. Deze. Oh ja. Die hoort erbij. Maar de Heere Jezus, die hielp toch ook heel graag mensen. En hij kon ook mensen beter maken. Dus eigenlijk zou er bij de Heere Jezus ook een dokterskoffertje in kunnen. Dat is een goeie. Oh, die kan er ook bij. Even kijken, wat maakt nog wat nog meer bij de Heer Jezus? 5 dingetjes. We hebben er nu 3. We hebben er nu 3. Wat hebben we nog meer? Waar houdt hij van? Ja, maar ik kan natuurlijk ook dit armbandje in de koffer van de Heer Jezus doen. Want de Heer Jezus zocht vrienden van iedereen. En dit is mijn Best Friends Forever armbandje van Eva. Die mag wel bij de koffer van de Heer Jezus. En dan doe ik ook dit hart bij. Want de Heer Jezus houdt van iedereen. Klopt, ja. Maar ho, 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 we moeten er ook iets in doen wat de Heere Jezus heel erg moeilijk vindt om te doen. Oh ja, want we hebben nu, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5. Oh ja, nou dan, ja, wat vindt de Heere Jezus moeilijk? De Heere Jezus kan toch alles? Ja, is ook zo. Ik denk dat hij het heel erg moeilijk vindt als de mensen niet lief zijn tegen elkaar. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat hij daar wel een beetje verdrietig wordt. Ja. Dus hij vindt, wat hij moeilijk vindt is als mensen gemeen tegen elkaar doen. Ja. Dan doen we dat harder, dan doet hij pijn aan zijn hart. Ja, dan heeft hij pijn aan zijn hart. Ja. Wauw. Wat een mooie Dit ben ik koffer van de Heer Jezus, hè? Echt, hè? Ja. Zullen we het anders een mooie plekje gaan geven? Ja, maar dan moet ik toch weer een andere koffer gaan zoeken. Ik ga zoeken naar een andere koffer die ik zelf kan gebruiken. Ja, dat is een goed idee. Oké. Hier. Oei. Zo. Een spulletje erbij. Welk woord ken jij met de letter S? Staag. Snor. Stoel.
Welk woord ken jij met de letter T? Tijger. TV. Tafel. Welk woord ken jij met de letter A? Aap. Appel. Anker. Welk woord ken jij met de letter L? Lamp. Lolly. Leeuw. Het woord is stal. Zijn naam is Jezus. Jezus is zijn naam. Hij is de redder die God aan de wereld geeft. Dat wie in hem gelooft voor eeuwig leeft. Zijn naam is Jezus. Zijn naam is Jezus. Onze Dit ben ik koffer is nu eindelijk klaar. Ga jij beginnen met het even vertellen van je Dit ben ik koffer? Dan kan je het een beetje oefenen. Ja. Dat is goed, want ik vind het een klein beetje spannend. Ja, maar daarom oefenen we dit ook, Molly. Ja, okay, dat lukt, gaat zo meteen helemaal goed komen in de klas. Oké, okay, ik ga er even bij staan. Kun je ze misschien even allemaal omdraaien? Al die ogen, die kijken me zo aan. Nee, Olly, want dat heb je straks in de klas ook. En we doen helemaal niks. We kijken alleen naar je. Oké, okay, prima. Hallo, ik ben Olly. En jij niet. Ik ga vertellen, dit ben ik. Ik heb een foto van mezelf. Dit was ik. En ben ik ook. Maar dit was ik toen ik heel erg klein was. Zo groot ongeveer. dit vind ik heel leuk. En ook heel leuk en heel lekker. Dat zijn de frikandellen. Die eet ik altijd heel graag. Stinkt niet, het ruikt lekker. Nee, je ruikt vies. Nee, het is lekker. Oké, die. Ik ben ook heel erg goed in voetballen. En dat vind ik ook echt super tof om te doen. En het liefst doe ik dat altijd met heel veel vrienden. En dan heb ik ook nog dit meegenomen.
Dit ben ik ook. Of nou, nee, dit ben ik niet. Maar dit hoort ook bij mij. Want ik heb altijd hele leuke sokken aan. Vind ik altijd heel gezellig. En dit vind ik heel moeilijk. De snoeppot. Mm. Om er dus niet aan te zitten. Ja. Sophie, mag ik jou vragen om deze even te verstoppen? Want ik voel dat ik snoepjes moet gaan pakken. Ja. Je moet ze echt even voor mij gaan verstoppen, dat ik niet zie waar ze zijn, hoor. Oké, maar dan moet je niet kijken. Nee. Echt niet kijken en niet spieken? Nee, hoor. Oké. Oké, wie is gekeken, hè, Olly? Nou, misschien met dit oog, een klein beetje toch wel. Oké, je weet nu niet waar het is, toch? Nou maar. Ik vind het gewoon echt heel erg moeilijk, Sophie. Ja, snap ik, Olle. Ik hoor het dat je het moeilijk vindt. Ja. Maar ik vind dat je het supergoed gedaan hebt. Ja, ik heb het goed gedaan. Applausje. Ja, zij vonden het ook allemaal hartstikke goed. Dank je, jongens. Heel duidelijk. En het klopt allemaal wat je zei. Want zo ken ik je ook. Dank je wel. Ja, hartstikke leuk. En nu ben ik. Nu ben jij. Nu ben ik. Zet dit even opzij. Oké. Succes. Dank je wel, Olle. Oké. Dit even weg, want dit ben jij niet. Nee. Dit ben ik. Oké. Succes. Hoi allemaal, ik ben Sophie. En ik wil eerst even een foto van mezelf laten zien. Want ik heb een hele schattige foto gevonden van mijzelf. Wanneer ik een babytje was. En kijk eens hoe schattig ik kijk. Ja, de pinnie dingetje omhoog. Ik ben Sophie en dit is ook Sophie. En ik ben een kind van de Heere God. Oké. Ik heb natuurlijk ook altijd mijn kroontje op. Want ik voel me altijd wel een prinses. En ik vind mezelf ook heel leuk en ook wel mooi. En daarom draag ik een prinsesje, prinsessenkroontje. Want dat hoort bij mij. Wat ik heel erg leuk vind en goed kan, is kleuren en tekenen. Dat maak ik de mooiste dingen mee. En dat vind ik ook altijd heel erg leuk om dat samen met mijn vriendin Eva te doen. En natuurlijk, dat was niet te vergeten natuurlijk, was mijn dansrok. Oh, daar ben ik zo gek op. Ik ben gek op dansen. Daar word ik zo blij van. En dan voel ik de Heere God ook altijd heel erg dichtbij. Oh. En ik heb nog het laatste. Wat ik heel moeilijk vind. Ja, daarom is het ook een beetje verfrommeld. Dat is een reken. Daar ben ik niet zo goed in. Zoals je ziet, vind ik dat heel moeilijk. En vind ik dat ook heel stom. Nou, en dat kan ik gewoon niet zo goed in. Maar goed, ik ben dus ook heel blij om mee te dansen. En ik heb zin om nu met jou en de beren ook te dansen. Ga je mee dansen? Goed. Kom dan. Kom mee dansen. Mama, nee. Hey kids, dat was echt superleuk dat jullie er weer waren. En ga je thuis ook een dit ben ik koffer maken? Ja, dan kan je dat laten zien. Je papa of je mama of je broertje en zusje. En dan kan je gewoon vertellen wie jij bent. Ja, of misschien zelfs wel aan je hele klas als je dat durft. Oh, dat is ook leuk. Nou, veel plezier ermee. Tot de volgende keer, kids. Doei.